Het is Jenny, zag je dat? Maar waar zijn de lampjes? Oh, hij is ogen. Grappig. Kijk. Oh, die diadeem is leuk. Oh, wat eng. Dat is echt goedkoop. Maar liever, we hebben het over de action. Oh, ik druip helemaal. We moeten nu een tissue. Ik ben Christina. En ik ben Denise Anna. En welkom bij de allereerste aflevering van Action Unboxing. De serie waarin we allerlei verschillende producten van Action gaan unboxen. Elke video staat weer in het teken van een nieuw thema. Dus denk aan kerst, denk aan Sinterklaas, moederdag, het kan van alles zijn. Echt van alles. En vandaag staat dus in het teken van Halloween. We gaan zo meteen met onze allereerste item beginnen. En deze enge grote spinnen gaan even aan de kant. Ja, die wil ik weg hebben. Ik vind spinnen heel eng. Wat vind je er nou eigenlijk van? Ja, ik haat spinnen. Echt maar deze haat. Toch niet? Deze ja, dit ook. Schatten. Ja, nee, zelfs neppe spinnen. Ja, maar echt, ik ben echt heel bang voor spinnen. Dit is de plek waar allerlei Action artikelen vandaag getoverd zullen worden door ons. Wij hebben ook geen idee, elke aflevering weer, wat er uit het gat gaat komen. Dus, nee, klopt. Ja. Ik ben echt super benieuwd. Ik ook, heel erg. Zullen we snel beginnen met ja. de eerste? Let's go. Oké, let's go. Oké. Ik ben echt zenuwachtig. Oh, wacht even, wat zit erin? Wat is dat? Oh, hier kan je zo mooi je huis mee decoreren. Oh, in de net Halloween. Zoals hier. Ja. Oh, leuk. Daar zijn ze al in volle actie. Oh, maar dit vind ik wel oprecht heel leuk. Ik zal nog te denken, zou ik mijn huis een beetje gaan versieren? Maar dit is wel makkelijk ook. Dit is gewoon, je dus plakt het even erop en na dan gooi je het weer weg. Want je krijgt er stickertjes bij, deze. En die kun je dus op de achterkant plakken. En die kun je dus op de muren plakken of op je ramen, op je deuren. Ja. Eigenlijk overal waar je het wil hebben. Zelfs dit vind ik dus serieus al heel eng, hè? Ja, nee, ja? Ik heb daar helemaal maar wat niks doe je dan als je een spin tegen ja, in paniek. Huis? Dan echt blinde paniek. Okay. Wat denk je dat dit kost? Mag ik als eerste gokken? Jij mag als eerste gokken. Ik moet even bedenken, wacht. Ik laat me niet beïnvloeden. Ja, ik heb ja. Ja, ja. Ja, ik zeg 79 cent. Ik zeg 80, zeg 80 cent. Ja, ja, ja. Ja, echt. Maar ik zit er wel dichterbij, ja. Ja. Oké, let's go naar het tweede item. Oké, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Dit is precies wat voor jou deze. Dit is super leuk. Dit is een cape voor Halloween. Ik denk dat dit jou hartstikke leuk zal staan. Ja, deze kleur vind ik wel heel leuk. Ik wil hier best wel een shirtje van. Het is natuurlijk het is een cape. Maar eigenlijk is dat dus heel handig. Ik had vorig jaar ook een cape om, want dat transformeert je saaie outfit ineens. Ja, nou, ik... In een Halloween outfit. Wel heel cute, ja, hoor. Ik vind het wel voor kinderen super schattig. Wat denk je wat dit kost? Even denken, wat kost dit? Ja, jeetje. Ik denk €2,31. Ik dacht €2,99. Er zit wel lekker dicht bij elkaar. Alweer. Jeetje, meid. Oh. Ik zei toch, ik ga voor de win. Ja, ze is wel die action meid, hoor. Oh, het is heel heftig dit. Wat zeg je, schat? Je verdwijnt helemaal. Oh, wat een hoop. Dit is heel veel. Dit is leuk. Dit vind ik leuk, van Halloween Fright Night. Kijk dan. Een skelet. Net was het voor kinderen. We hebben hier nu voor volwassenen. Kijk, dit spreekt mij aan. Dit is een duivel, dus je kan een duivel zijn. Dat is eigenlijk best wel leuk. En hier heb ik een witch met een hat erbij. Oh echt? Ik wil een heks zijn. Oké, ik wil eigenlijk deze even passen. Wat jij? Ja, ik wil deze wel echt gaan passen, hoor. Oké, zullen we dat even doen? Ja. 3, 2, 1. Dat was echt niet geschreven. Nog een keer. 3, 2, 1. Tada! Hallo! Wij zijn net aangekleed en ik vergeet een heel belangrijk detail. Mooi! Mooi! Ja, wacht, kijk, ik heb hem helemaal verkeerd op. Ja, niet? Ik weet niet waar dat moet. Oh, kijk, spiegel! Oh, een spiegel, wacht even hoor. Oh, grappig! Oh, die diadeem is leuk! Oh, dit vind ik echt leuk! Oh, ja! Echt leuk! Ik denk dat dit iets duurder is dan dat kinderpak. Ik ja, denk, sowieso. Ga jij maar eerst. 9,95. Oh, ik zat te denken aan €6,88. Voor deze prijs vind ik het echt, echt een hele leuke. Ja. Want Halloween, ja. Bij Halloween denk ik altijd aan hele dure dingen. Ja. Maar hiermee maak je dus echt een stuk betaalbaar. Ja, zeker. Want als je een keer naar een verkleedwinkel gaat of zo, dan ben je echt het zesdubbele kwijt of zo. Sowieso. Dus ik vind het echt heel erg geslaagd. Ja. Wat is het? Oh, wat eng. Oh, heel eng. Even het is kijken. De Hanging Ghost bij mij. With LED and sound. Oh, er komt licht en geluid. Oh, boven wij even. Oh, wat eng. Wat is dat voor geluid? Oh, heftig. Maar waar zijn de lampjes? Oh, hij is ogen.
gewoon weer terug in het gat. Doei! Doeg. Ja, het is wel onwijs gaaf, maar ik het vind het gewoon eng. Leuk. Ik vind het heel eng. Voor een feestje, ergens ja, in een hoek van de kamer. Halloween feestje, ja. Ik denk dat die wel 6,95 kost of zo. Oh, ik denk wel iets duurder. Ja? Ja, ik denk 10,30 euro. Specifiek. Heel specifiek. En wat kost die? 4,99. Nou, dat valt wel mee, nee, valt wel meevallen inderdaad. Nee, heel leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, dit mag wel op jouw Halloween feestje. Inderdaad. Nou, gaat hij zo terug het gat in? Oké, jongens, voordat we verder gaan naar het volgende product, vergeet niet te abonneren. En doe ook alvast die duimpje omhoog. Wat hebben we hier? Een pompoen. Een pompoen? Wat is het? Oh, een ballon! Het is eigenlijk gewoon een ballon in de vorm van een pompoen. Ja, hè? Hij is 78 bij 50 centimeter. Dus eigenlijk groot. Oké. Okay. Oh, leuk! Oh, dit is wat heel groot. Leuk. Oh, ik had niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Nee, hè? Oh, maar kijk even hoe happy en gezellig. Oh, dit is echt leuk! Hij is echt heel leuk. Het is echt ideaal voor zo'n Halloween. Oh, beetje. Leuk. De vraag is natuurlijk... Wat kost die nou? Wat kost die? Ik heb wel een prijs. Ja, ik heb ook een prijs. Ja, ik denk dat we dezelfde hebben. Ik kreeg ineens een... Ja, ja, ik kreeg zo'n gevoel ja, van binnen. Ja, ik kreeg een gevoel. Oké, zullen we dan tegelijkertijd zeggen? Ja. 39 cent! Ah! Dacht je oprecht ook aan 39? Ja. Ik ook. Holy oh my god. Wow. Oké, nu ben ik wel heel erg benieuwd. Oké, we zijn paranormaal. Oh. Nou, voor 82 cent zou ik het ook kopen hoor. Ja, ik vind het iets te duur. Ja, ik ben echt heel gierig, maar ik vind 82. Ja, als ik het wel heb, dan koop ik het. Een euro voor een ballon, bijna. 82 cent. Ja, nou ja. Jij zou hem ook gewoon kopen. Ja, oké. Denk het wel. Let's grabbel. Let's grabbel. Wat is... Oh, nepbloed. My god. Oh, vet. Je hebt dus een pipet en je hebt een tube. Oh, kijk dan. Ook met zo'n dopje erop. Net zoals in het echt. Oh. Het is jelly. Zag je dat? Het blijft wel zitten. Het gaat niet zo wegdruipen, weet je wel. Even kijken. Het kan verwijderd worden met water en zeep. En je moet het eerst even testen op je huid. Op een klein stukje huid. Om te kijken of je niet allergisch bent. Ja, maar het druipt. Het druipt er vanaf. Het moet opdrogen. Nou, ik vind het echt best wel goed eruit zien. Ik ook. Het is gewoon... Ja, als je zo van een afstandje kijkt... Dan is het toch echt wel... Gewoon denkt, best wel leuk in je mondhoeken of zo. Ja. Nee, ik vind het wel heel erg leuk. Ik ook. Ben ook heel benieuwd wat dit kost, want nepbloed is meestal best wel duur. Jij gokt boven de 3 euro en ik onder de 3 okay, euro. Oké, doen we dat zo. Wat tada! Oh, ja! Wow. Oh, dat is echt maar goedkoop. Lieverd, we hebben het over de action. Oh, hè? Ik druip helemaal. We moeten nu een tissue. Nou, lieverd, dat was de eerste aflevering. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond het super leuk. Wat een leuke producten ook. Vind ik vond ook. Het leuk om lekker te testen en te doen. Vond je het nou een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet om even in de reacties je favoriete Halloween item van de action achter te laten. En vergeet je zeker weten niet te abonneren, want volgende week is het tijd voor de Action Shop Vlog. En die week daarop zijn wij het weer. Heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.